Lijgserie De Verdwenen Zadels, deel 2. Bob gedraagt zich vreemd. Oké, waar is Joris? Ik ben hier. Oh, wat is er, Joris? Ik ben nog niet echt een steek verder, maar ja, zou je kunnen helpen? Oh ja, tuurlijk kunnen. Natuurlijk. Hoe gaan we dit doen? Want ja, we kunnen moeilijk zeggen. We gaan die hele zadel. Ja, ik kan moeilijk zeggen. We gaan een zadelrij goed zoeken samen. Wacht, misschien wil Mia helpen. Mia! Ja. Wil jij helpen? Met die zadel zoeken? Ja, is goed. Ik zadel Evergrey wel even. Dan zie ik jullie zo wel. Dan, ja, wat zullen we dan doen? Ik zal wel even kijken kunnen we Rex ook meenemen? Rex? Ja, Rex. Onze grote Sint-Bernard, die is goed te speuren. Ja, goed idee. Laten we dat doen. Oké, prima. Ik zie jullie zo meteen wel bij Evergrey. Prima. Ik zie jullie zo meteen hier wel. Zadelen jullie ook een paard? Wie pak jij, Joris? Aangezien dat mijn zadel weg is. En ik niet op deze queen kan. Dan zal ik toch, ik pak Lisa wel. Lisa de Curly. Prima. En Miranda, wie pak jij? Ik denk dat ik Dinoco wel pak. Die zwarte woud. Ja, want dan kan. Weet je waarom? Dan kan ik Rex vasthouden voorop. En aangezien dat Dinoco. Ik bedoel, die Dino. Aangezien dat hij best wel sterk is. Die krijgt hij niet zo snel om, namelijk. Nee, dat is waar. Nou, prima. Dan zie ik jullie straks wel. Oh, komt ook weer. Auw. Auw. Oh. Komt ook een trekker aan. Cool. Tot zo. Ja, doei. Oh, hallo. Hoi. Oh, jij komt net van het land af. Ja, cool, hè. Ja, waar kan ik dit neerleggen? Ik denk dat je dat naar de bel bij de boerderij kan brengen. Want daar staat ook het opslag voor de manege. Oké, prima. Wat een grappige balen. Heb ik toch nooit echt gezien zo. Nee, dat is ook kuil. Dat hoort zo. Oké. Ik heb hier ook nog een pakje liggen in. Ik heb hier ook nog een pakje in liggen voor de paarden. Die heb ik nog niet ingezield. Die kunnen jullie wel even pakken. Oké, rijd er maar in. Rijd hier maar in. Joris, kun je helpen? Ja hoor. Tuurlijk. Ik kan altijd helpen. Die met die touw moet je hebben. Oké. Oh, die dingen vallen niet het helemaal. Dank u wel. Oh. Graag gedaan. En rij maar even verder. Dan hebben wij weer voer. hebben we weer voer. Ja. Sowieso. Ja, cool. Oké. Ja. Oké, daar komt Bob ook aan. Hoi Bob, waar ga jij heen? Even weg, zo. Nou, dat vind ik wel een beetje vreemd dat je weggaat eigenlijk. En waarom doe jij zo geheimzinnig? Doe ik geheimzinnig dan? Nee toch? Helemaal niet. Ik doe niet geheimzinnig, helemaal niet. Jawel, je doet wel geheimzinnig. Wat is er aan de hand?
Wat heb je toch net? Doe niet geheimzinnig. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Oh, ja, ik weet niet waarom ik... Ik moest even ergens heen, maar... Oh ja, dat is waar ook. Ik moest even wat ophalen. Ophalen, je bent toch onze... Ja, klopt. Ik weet het. Ik ben jullie serviceja, maar ja... Ik wil ook even iemand... Ja, ik wil helpen bij iemand, want die heet een caravan. En hij en zij moeten de caravan dus ja, meenemen en zo. Dus, en ze kunnen hem... En ze kunnen ja, niemand vinden ja, die kan helpen. Oké, ja, heel overtuigend, Bob. Nou ja, ga maar. Prima, ik zie je later dan weer eens. Ja, schiet me maar op, Bob. Laat ze maar niet wachten. Oké, weet je zeker dat het, Weet je zeker? Ja, ga maar. Prima, prima. Doe maar, ga maar. Oké, doei. Ik vind Bob eigenlijk wel een beetje vreemd doen, hoor. Ja, ik eigenlijk ook wel, want... Waarom doet hij zo vreemd? Ja, ik heb echt geen idee. Wat zou er met hem aan de hand zijn? Zou het met die zadels te maken hebben? Nee, denk ik niet. Nee, echt niet. Maar je weet het echt niet. Oh, volgens mij komt Mia al aan. En wij hebben onze paarden nog niet eens opgezadeld. Nee, dat komt omdat Bob zo raar doet. Nou ja, we kunnen Bob ook niet de schuld geven. Nou ja. En trouwens, iedereen doet dat toch wel eens. Gaan jullie nog mee? Of moet ik het in mijn eentje gaan doen? Ja, we komen er al aan. We komen er al aan. Oh, kijk, daar heb je Rex ook al. Wacht, kunnen we niet lopen? Oh, shit. Ik heb geen zadel- en hoofdstalpas wat op Tinoco past. Nou, weet je, we gaan later wel weer verder zoeken... We gaan later wel weer verder zoeken. Oké, okay? Is goed, prima. We zoeken later wel verder. En dan pak ik wel even een ander paard. Prima. Dit was de tweede video van de verdwenen zadels. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ben je benieuwd? Kijk zeker verder de volgende keer. Doei!